Volgens jou staat de beautybranche bijna op stelten. Is dat zo? Nou ja, we hebben dit weekend het nieuws gehad dat de erfgename van het L'Oréal-concern Liliane Bettencourt is overleden op 94-jarige leeftijd. En dat geeft heel veel speculatie. Zij had een heel groot belang in het bedrijf nog, in L'Oréal, maar heeft in de vorige eeuw een deel van haar belang geruild met Nestlé, die daarmee een van de grootste aandeelhouders zijn van L'Oréal. En juist Nestlé staat vandaag in de picture. Komen met cijfers, maar staan op druk van onder druk van een groot aandeelhouder die gezegd heeft van jongens, luister, wij willen dat jullie iets gaan doen met dat belang in L'Oréal. Want L'Oréal heeft op zich nog wel groei, maar die groei is op het laagste niveau in 20 jaar. Dus ofwel neem het hele bedrijf over en zorg dat die groei terugkomt, ofwel verzilver je belang. En nu die en mevrouw Bettencourt is overleden, zou de weg daarmee vrijgemaakt kunnen worden voor een dergelijke transactie. Dus alle schijnwerpers op L'Oréal. Hoe groot is dat belang van Nestlé in L'Oréal? Nou, uiteindelijk gaat het om 22% en dat is natuurlijk toch wel redelijk wat. En daarmee kun je de boel wel naar je hand zetten.